De winnaar van So You Think You Can Dance won zondagavond naast een dansopleiding en 25.000 euro ook een rol in de eerste Nederlandse dansfilm Body Language. Roy Julen, choreograaf van het populaire dansprogramma, bedacht het verhaal voor de film al jaren terug en denkt dat Nederland nu klaar is voor zijn eigen step-up. Ja, ik moet wel zeggen, na het eerste seizoen van So You Think You Can Dance en het vervolg van het tweede seizoen, dacht ik wel van, dit is denk ik wel het moment om dit door te voeren, om een dansfilm te maken. Via via ben ik bij Johan terechtgekomen en het idee voorgelegd en was eigenlijk meteen enthousiast. En in een hele korte tijd hebben we het oude script wat ik eigenlijk had helemaal uit elkaar getrokken en gedaan. En dit bestaande script wat we nu hebben daarop uit zijn gekomen. Body Language vertelt het verhaal van 5 danscrews die het willen gaan maken in New York. Voor producent Johan Nijenhuis klonk dat als muziek in de oren, ook al heeft hij weinig verstand van dans. Nee, ik heb geen verstand van dans. Maar ik vind het wel heel leuk om in films dans te gebruiken. Ik heb wel eens de grap gemaakt dat in elke film van mij een dansje zit. Het kost haar wat meer. Ik zou willen dat ik Roy er toen bij had. Maar zelfs in de Zoopfilms en zelfs in Alibi en Volle Maan zit nog een dansje verstopt. Tijdens de audities werd vooral gezocht naar goede dansers om die vervolgens de fijne kneepjes van het acteren bij te brengen. Bekende acteurs zul je in Body Language dus niet tegenkomen. En dat is eigenlijk mijn eigen leerschool geweest. Bij Costa dacht ik dat het goed zou gaan om de acteurs in korte tijd te leren dansen. En dat is toch niet helemaal gelukt. Als ik de film nu terugzie, dan zie ik dat de dans 1000 keer beter kan. Bij Body Language was het van meet af aan duidelijk, we gaan voor de dans. En het is beter om dansers te leren acteren dan acteurs te leren dansen. Want als je een acteur moet leren dansen, je moet in één keer spiergroepen gebruiken die je de afgelopen 10 jaar niet aangesproken hebt. Leren dansen doe je niet in 4 maanden. In de herfst van 2011 gaat Body Language in première en dan zullen we zien of ook dit meisje een rol in de film heeft gekregen.